Beste kijkers, willen jullie volgende keer een etentje organiseren thuis? Heb ik een geweldige tip voor een super Italiaans voorgerechtje. Benvenuti. Ik heb hier de lasagna verde van Comia Casa met varkensvlees en spinazie. Die gaan we gedurende 25 minuutjes op 180 graden bakken. Het is echt heel leuk om nog een bijgerechtje te maken bij deze lasagne. We gaan er een knapperigere, lekkere focaccia maken met een pesto van gedroogde en verse tomatjes. We gaan onze focaccia uiteraard zelf maken. Hier hebben we onze 100 gram bloem 0000. We gaan er eigenlijk 50 gram water aan toevoegen, maar we gaan er wel in twee delen doen. Anders gaat onze water uitlopen. We gaan er 10 gram verse gist aan toevoegen. Klein blokjes maken allemaal. Dan een klein beetje suiker aan de rand, dat het niet in contact komt. De suiker is niet zo erg, maar de zout mag zeker niet in contact komen met de gist. Dan terug onze water die is overgebleven. Klein beetje olio extra vergine. Ook voor de smaak en ook lekker die deeg wordt beter gekneed. En nu gaan we beginnen mooi te mengen aan onze deeg. En die volledige bloem, verzamelt dat maar. Allemaal heel mooi. Onze deeg voor onze focaccia is klaar. Die laten we 1,5 uur rijzen. Ik heb er eentje klaar. Zie je? Het voornaamste is ook altijd een vochtige handdoek, dat er geen korstje op de deeg komt. Dit gaan we eigenlijk uitrollen. Ik ben eigenlijk gewoon van deze met de handen uit te rollen. Die gewoon goed aanduwen. Precies hetzelfde wat we met een pizza doen. Die handen mooi bijeen aan die bodem. Kijk, heel tof. Klein beetje olijfolie aan toevoegen. Niet te veel, anders wordt het eigenlijk vettig. Gewoon rond. Ik zal ook uitleggen waarom. Eigenlijk heel mooi overal uitstrijken. Dan krijg je een heel mooi gouden kleurtje. Zeer lekker voor de smaak. Als we het eigenlijk zo zouden plaatsen, zullen we heel veel luchtbellen krijgen in deze deeg. Maar we gaan ervoor zorgen dat het niet is. Door met de vork in de deeg te prikken. Ook super tof voor kinderen dit thuis. We gaan deze focaccia zeer lekker parfumeren. Met een klein beetje rozemarijn en thyme. Die gaan we heel fijn hakken. Hoe fijner, hoe beter. Lekker. Geeft zo de geur van de vakantiebestemming. Dan gaan we een klein beetje lekkere grof zeezout. We gaan onze plaat nemen om onze focaccia te bakken. Die gaan we gedurende een kwartiertje aan 180 graden bakken. Ondertussen onze focaccia zit te bakken in de oven, gaan we er een zeer lekkere pesto van maken van zongedroogde tomaatjes en verse kersttomaatjes. Ongeveer evenveel. Een klein beetje snijden. We gaan er wat pimbomputten aan toevoegen. Dat is eigenlijk een van de voornaamste ingrediënten van de pesto. Eén lepelje is voldoende. Hier hebben we parmigiano reggiano voor de lekkere smaak. En dat eigenlijk ook om mooi die pesto nog dikker te maken. Klein beetje olijfolie. Niet te veel, want je kan er altijd bij voegen. En nu zijn we klaar om onze pesto te stampen. Onze pesto is klaar. We gaan eens kijken wat onze focaccia is. Die geur, fantastisch. Dat is juist dat je in Sicilië bij mijn non op vakantie bent. 'S morgens die broodgeur, die focaccia geur. Heerlijk. Ik heb hier mooi. Als je dat zo snijdt, met die krokante dingen. Wow. En die eigenlijk mooi op ons bordje plaatsen. Klein beetje parmam aan toevoegen. Daarom hebben we eigenlijk onze pesto niet volledig van gedroogde tomaatjes gemaakt. Anders was het eigenlijk veel te gezout. Dat is een San Daniele, een van de beste hammen die daar zijn. En onze eigenlijk pesto aan toevoegen. Je voelt ook nog die tomatjes. En als laatste gaan we onze lasagne uithalen.
Heerlijk. Kijk eens, Ceramici, wat een super voorgerechtje. Ik wens jullie heel veel geluk met jullie diner. Voor mij gaat je het toch zeker klaarmaken. Hè? Alle details van deze recept vind je op njam.tv. Amici, ik wens jullie buon appetito en tot de volgende!